Toen de Vlissingse boulevard na de lange mistperiode eindelijk weer vrij uitzicht gaf, kon men er een ongekend schouwspel beleven van tegen de 80 zeeschepen die daardoor vertraging in de vaart van en naar Antwerpen op de reede voor anker moesten gaan. Michiel Adriaansson de Ruiter mocht dan aan deze aanblik genoegen beleven. Het was toch zaak de massa scheepsruimte te verspreiden. In de roeierswacht van Vlissingen had men er de handen aan vol de beloodsing van de onder stoom liggende schepen met de moderne communicatiemiddelen zo vlot mogelijk te regelen. Hallo, 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 hier de Capella, de Capella. Kan ik een loods krijgen voor Antwerpen en een beetje gauw als het kan. Ja, Capella, begrepen. U krijgt een loods voor Antwerpen. Over enkele minuten vertrekt hij van de steiger. Degenen die de chaos op het water moesten gaan ontwarren, hoefden niet lang te wachten op een telefonische opdracht. Onafgebroken voeren de kleine loodsboten heen en weer tussen de wal en de bonte verzameling vrachtschepen. De beschikbare loodsen, te klein in getal om alle ongeduldige kapiteins tegelijk tevreden te stellen, werden zonder tijdsverlies naar de aangewezen schepen gedirigeerd. Dwars door de ordeloze verzameling koerste men naar die boten die, omdat zij er het langst lagen of omdat zij aan bederf onderhevige vracht vervoerden, aan de beurt waren. Stuk voor stuk kregen ze de lang verwachte deskundige aan boord die alle gevaarlijke plaatsen in de Westerschelde kent. Er was een nauwe samenwerking tussen de Vlissingse en de Antwerpse loodsdiensten om een zo geregeld mogelijke afvoer van de Armada te bewerkstelligen. In de roeierswacht nam men met opluchting het vertrek waar van ieder schip dat het parkeerprobleem op de reede weer wat minder nijpend maakte. Er is daar in Vlissingen heel wat werk verzet om deze zeemansknoop te ontwarren.